De jongeren van Mungo zijn druk bezig met het verfilmen van verhalen die zich afspelen in hun woonomgeving. Dit in verband met een filmproject waarbij zij worden begeleid in het produceren van korte films. Op deze manier kunnen de jongeren verhalen die zij bedenken op een creatieve en eigenzinnige manier delen met de wereld. De jongeren zijn al een paar maanden bezig met het uitwerken van hun verhalen tot scripts. Velen van hen hebben eerder gewerkt aan filmpjes. Dit keer worden zij begeleid en gestuurd door documentaire en filmmaker Magda Augustijn. In de maanden april en mei verzorgt Augustijn in samenwerking met de Kibi Foundation de workshop Film Maken in Mungo. Zij werkt met een groep van 6 jongens tussen de 20 en 30 jaar. Volgens Augustijn zijn zij heel verschillend in niveau, in betrokkenheid en in interesses. De jongens worden daarom tools aangereikt om hun eigen verhaal beter te vertellen, zegt de filmmaker. Ze hadden al in het verleden al films gemaakt, veel actiefilms. En dat doen ze eigenlijk naast hun werk veel. Dus het is veel maken kost heel veel tijd en ze doen het hobbymatig. En ik help mee, ik ben in Nederland ook filmmaker en ik ben nu hier om te helpen met tips geven. Ik ga ze niet precies vertellen hoe het moet, ze weten al heel veel. Maar ik kijk wat ze doen en ik probeer een beetje bij te sturen hier en daar. Kijken wat ik ze kan bijbrengen, wat ze nog niet weten. Net even zo wat extra dingetjes, zodat het beter wordt. Wat ze al kunnen, dat dat nog beter wordt. De cursisten Virgil Waterberg en Toto Rossiano vinden het project een hele beleving. Zij maken beide al films, maar nu werken onder begeleiding van een ervaren documentaire en filmmaker biedt hen de mogelijkheid om beter in het vak te worden. Dit is mijn vierde film, maar dit is de eerste dat ik heb geschreven. Hoe vind je het? Wel, het loopt tot nu toe goed. Mm-hmm. En vind je dit project leuk om filmpjes te maken samen met mevrouw Magda? Jawel, natuurlijk. Ik vind het heel goed, want film gaat ook mee met de ontwikkeling. Dus ik vind het echt goed. Ik ben van plan verder te gaan. Met verder bedoel ik, ik wil buiten Suriname gaan. Ik wil regionaal en internationaal gaan. Suriname moet gewoon op de kaart komen van, hey, dit hebben we. En ben je trots om met zo'n leuke crew samen te werken? Jawel, als andere groep kan je niks doen, je kan niks betekenen. En dat is het, we moeten eenheid hebben om dit te doen. Film maken is mijn passie. Ja, ik heb die droom gehad sinds ik klein was. Ja, ik vind het leuk om film te maken. Dit is voor mij een avontuur. Ik leer hoe ik samen moet werken met andere acteurs. Hoe ik met mijn regisseur moet omgaan, met cameraman. Virgil Waterberg en Toto Rossiano, twee cursisten van de filmworkshop in Mungo, verzorgd door documentaire en filmmaker Magda Augustijn. De jongeren van Mungo zijn druk bezig met het verfilmen van verhalen die zich afspelen in hun woonomgeving.